Ladybug is ontspannen op de bank. Oh, de baby beweegt. Hallo. Hoe voel je je, schat? Geweldig. Wil je naar zijn hartslag luisteren? Ja. Ik ga de echo opzetten. Licht klei. Maar wacht. Laten we piepschuim gebruiken. Mooie oorbellen. We hebben goudverf nodig. Knip een hart uit. Bevestig het scherm en strassteentjes als knopjes. We kunnen deze pet gebruiken. We hebben een sluiting nodig. Dit echo-apparaat zal de hartslag van de baby laten zien. Schat, hier is het echo-apparaat. Laten we eens kijken. Wat is dit? Ik ga je zo ontdekken. Daar is de hartslag. Kijk maar. Wat hebben we hier? Een kleerkast. Hier is een idee. Teken de details. Knip het uit. En zet de muren rond het bureaublad. Verf de lades in verschillende kleuren. Perfect. Knip wat schuimpapier. Voeg halve kralen toe. Doe er een regenboogmatras in. Deze luiertafel is schattig en handig. Ladybug bereidt zich voor om moeder te worden. Ze moet zwangerschapslessen nemen. Ik was hier eerst. Pak aan. Dames, geen reden om te vechten. Jullie worden beide moeder. Vandaag leren we over het verschonen van luiers. Wie eerst? Mag ik het proberen? Ik zal eerst mijn handen wassen. Goed bedacht. Oh, who cares? Ladybug heeft de taak volbracht. Goed gedaan. Thank you. Kom op, dat is makkelijk. Nu is het mijn beurt. Probeer het nog eens. Het werkte niet. Echt niet. Geen probleem. Ik kan helpen. Je hebt me echt geholpen. Bedankt. Jullie worden allebei geweldige moeders. Kies een plastic mal. Gouden decoraties gaan op de zijkanten. Voeg vondsten toe. Giet er water in. Bloemblaadjes zijn zo ontspannend. En goudstof. Hier is de huidverzorging. Ziet er ontspannend uit. Oh, mijn voeten doen pijn. Het is moeilijk om te lopen. Je weet hoe ik je kan helpen. Ben zo terug. En voilà, een voetenbad. Doe je schoenen uit en doe je voeten hierin. Voeg warm water toe. Auw, het is te warm. En nu? Te koud. Misschien helpen bloemblaadjes? Ik voel me veel beter. Als je klaar bent, kun je wat vocht inbrengen en de crème opdoen. Dank je, dit is geweldig. De meiden zijn nu vrienden. Zie je die lege tafel? Laten we daar gaan zitten. Hoe kan ik u helpen? Kunnen we het menu zien? Het hangt aan de muur. Aanstaande moeders hebben veel interessante trek, weet je? Dan zul je zeker onze sushi-ijs vallen. Ja, ik wil er ook een. Je hebt het. Lalilu, wil je me helpen het te maken? Natuurlijk. Twee porties, laten we gaan. Neem twee tinten lichte klei. Wikkel ze in een schuimlaag. Snij het. Perfect. Schuimpapier zal het zeewier zijn. Twee porties. Nu het lekkere ijs. Smakelijk. Alsjeblieft.
Hoe doen we het? We hebben eetstokjes nodig. Ben zo terug. Wat maakt het uit? Ik heb te veel honger. Yummy. Is dat toegestaan? Prima. Delicious. Mijn werk is hier klaar. Mijn buik doet pijn. Ik moet van baan veranderen. De baby's komen eraan. En de baby's zijn geboren. Schuur een stuk hout. Boor een gat. Dat zag er goed uit. Prima. Verf het handvat blauw. En de voet goud. We houden van smaakapparaten. Deze staafmixer zal helpen bij het maken van babyvoeding. Schat, moeten de kinderen eten? Ja, ik haal eten voor ze. Nee, jullie zijn te jong. Maak ze wat babyvoeding. Waar is de mixer? Hier is hij. Hier is wat zachte babyvoeding voor mijn lieve baby's. Dat zag er goed uit. Knip een kussensloop uit een oude hoes. Maak een schabloon. Knip een stuk uit. Naai passende stukken aan elkaar. Schattig hert. Borstel de vacht. Oh, bedankt. Vul de kussens. Wikkel de koffer in stof. Knip het overtollige weg. We hebben een schattige vlinder met lussen gemaakt. Dit zal het in slaapwiegen van de baby makkelijk maken. Chloe probeert haar dochter te voeden. Kom op, help me. Wees braaf. Oh, mijn handen doen pijn. Sabrina! Wat is er mis? Ik kan dit niet meer vasthouden. Ik ben moe. We hebben een kussen en een babyfles nodig. Unbelievable. Dat was een geweldig idee. Ik wil ook graag op dit kussen hangen. Chloe, hoe zit het met de baby? De baby is in orde. Ze duwde haar moeder eruit en nu heeft ze plezier. Goed zo. Ze is net als haar moeder. We hebben wat plastic stukjes nodig. Voeg knoppen toe. Shrek, wil je kauwgom? Ja. Heerlijk. Knip de doorzichtige lens uit. Slijp een potlood. We kunnen het gebruiken. Zet de basis in elkaar. Deze nannycam zal een oogje houden op je baby's, waar ze ook zijn. Tijd om naar bed te gaan. Slaap lekker. Ik zal ook wat rusten. Ik zet de nannycam hierin. Nu kan ik naar de wedstrijd kijken. Hoe gaat het met de kinderen? Goed, ik ga een snack halen. Leuk, frisdrank en popcorn. Oh yeah. De kinderen werden wakker en begonnen te spelen. Uh-oh, de kinderen zijn weg. Waar ben je? Phew, daar ben je. Mooie ringen. We hebben dit nodig. Maak er hout van. En een gouden koord. Wauw, we hebben wolken. Deze gaat met ons mee. Vergeet een lepel honing niet. Deze mobiel is zo dromerig. Je zal er lekker zoet mee slapen. Lieverd, kun je even 5 minuten stil zijn? Ah! Sabrina! Help! Wat is er aan de hand? Mijn baby wil niet spelen.
Heb je geprobeerd met haar te spelen? Kijk eens hoe schattig dit speeltje is. Saai. Misschien vind je deze gouden beer leuk. Het werkt nog steeds niet. Geen paniek, ik bedenk wel iets. Hallo, kunt u VIP-mobieltjes leveren? Bedankt. Gefeliciteerd, u heeft ons beste model gekocht. De mobiel maakt een geweldige indruk op haar. Ze viel meteen in slaap. Stil. Maak haar niet wakker. Pak een fles. Verf het. Teken het schabloon af. Schuur de randen. Bevestig de basis. Lieve heersbeestjes hebben ons geholpen met verf. Doe de fles erin. Deze melkverwarmer gaat een enorme hulp zijn. Cat Noir en Ladybug gaan hun baby's voeden. Hebben we nog melk over? Ik zal in de koelkast kijken. Ja, maar het is koud. Is dat goed? Oh, wat moeten we doen? Ze heeft warme melk nodig. Wauw, laten we het proberen. De melk is nu warm. Bon appétit, lieverds. Giet er wat kralen uit. Teken ogen. Maak gaatjes. Maak een lieve heersbeestjes hoofd vast. Teken ogen. Leuk! Teken het insect op piepschuim. Knip het te veel af. Voeg glitterpapier toe. Deze bevochtiger zal de lucht in huis aangenaam maken. Het zijn zulke herrieschoppers. Achoo! Pak een tissue. Thank you. Achoo! Wat is er mis met mij? Misschien is de lucht te droog? Ik weet het. We hebben een fontein nodig. Nee, het is zo lelijk. Daar zijn luchtbevochtigers voor. Oh ja, goed idee. Ik voel me veel beter. Yes. We hebben een pluizige gast. Laten we een kleur veranderen. Teken een neus. Eén oog is groen. Het andere is blauw. Een bel. Er zijn veel mensen in het café. Het is tijd voor ons schatje om te schitteren. Oh, mijn nieuwe broek. Ga weg. Oh, katje, niet aan tafel. Ons eten. We hebben nu geen ontbijt. Kat moest wegrennen naar haar nieuwe vrienden. Oeps, hier is ze ook niet welkom. Lucky, raak dit katje niet aan, stoute jongen. Ik zal je redden, schatje. Kom bij me, je bent veilig. Eindelijk aaide iemand het poesje. Ongelooflijk, ze veranderen in een mens. Wauw, wie ben jij? Hoi, ik ben Witte Kat. Kies een pop voor een nieuwe rol. Teken de ogen. Thank you. Het is tijd om te veranderen. Versier mijn outfit met veters. Een belletje rinkelt in de nek. Laten we je handschoenen geven. Schoenen zijn de volgende. Een paar oren bovenaan. Haar gezicht wordt verborgen door een superheldenmasker. Oh nee, kijk wat je hebt gedaan. Oh, dat was niet mijn bedoeling. Ik zal alles nu herstellen. Veeg de voetdrukken weg. Jeans zien er weer als nieuw uit. Thank you. Hey. Hallo. Hoe kan ik je helpen? We hebben honger.
Help jezelf alsjeblieft. Wat een leuk meisje. Een speciale verrassing voor je hondje. Hier is een nieuw speeltje. Iedereen is gelukkig nu. Goed gedaan, zoveel goede daden. Laten we een touwtje nemen. Wikkel er halve kralen omheen. Knip een stukje stro af. Alles wat je moet doen is het koord opwinden. Jojo-bal? Iets nieuws. Een gevaarlijk ding in bekwame handen. Het lijkt erop dat dit katje mee wil doen. Oh, deze puppy's zijn niet erg blij. Een bange kat zit nu in de boom. Ik zal jullie helpen. Brave hondjes. Kijk eens wat ik heb. Dat is het. Ik heb ze afgeleid. Jullie kunnen van de tak af. Ik laat je deze katten nooit pijn doen. Laten we samen spelen als je wil. Wat een prachtig meisje. Ik moet haar leren kennen. Ze is zo lief voor katten. Ik denk dat ik verliefd ben. Oh my gosh! Een iOS is hier perfect voor. Een metallic look. Teken een visgraat. De tweede kom is wit. Enorme porties garnalen. Eet smakelijk. Juffrouw, ik zag dat je de kat redde. Ik kon het gewoon niet negeren. Mag ik je uitnodigen voor het eten? Natuurlijk. Dus gingen ze naar het restaurant. Neemt u alstublieft plaats. Hallo, wat wilt u bestellen? Uw beste visgerecht voor mij en de dame. Ja, yeah, oké. Okay. Garnalen voor u. Geniet ervan. heerlijk. Lekker. Bedankt voor een heerlijk diner. Accepteer alsjeblieft dit kleine cadeautje. Schattig, tot ziens. Bye. Schets de silhouet van de muis. Naai een lang lijfje. Verstop de ring erin. Oren, neus, staart. Chupa Chups. Rek het touwtje uit. Dit kattenspeeltje heeft een klein geheim. Witte kat bracht een speeltje naar het huisdier. Kijk, dit is voor jou. Ik beet door de muis heen. Er zit iets in. Oh, echt niet? Hij vroeg me ten huwelijk. Oh my gosh! Witte kat, wat zeg je ervan? Wil je mijn vrouw worden? Oh, natuurlijk. Er komt binnenkort een bruiloft. Leuke poppen. Knip de broodjes. Verander de vorm van het oog. Wauw, deze baby heeft heterochromie. Twee kinderen. Ze lijken zoveel op hun ouders. Staarten van pijperagers. Schattige kittens. Het lijkt erop dat er een nieuwe aanwis voor de familie is. Mama en papa zetten een speeltuin op voor hun kinderen. Oppa's eend past op hen. Waar zijn jullie kinderen? Vergeet jullie lunch niet. Kinderen zijn niet geïnteresseerd in lunch. Kijk naar deze ruimte voor spelletjes. Oh, kijk, wie is daar? Een kalkoen. Kom mee om ons te halen. Wat is dit? Mijn arme kalkoen. Ga rustig zitten. Ik moet iets leuks voor je bedenken. Snij de container af. Omwikkelen met schuimrubber. Bekleed met zwarte en witte stof. Koudjes verdeeld in twee sectoren. Een comfortabel kattenbed is de beste plek om te ontspannen.
Het is tijd om de kinderen naar bed te brengen. Ik geloof dat je het kan. Zoete dromen, mijn baby's. Ik zal wat rust krijgen in de buurt. Zodra Supercat in slaap viel, verlieten de kleine onruststokers de wieg. Ze slapen graag overal, zolang er maar niet op de plek is. Oh, ik ben in slaap gevallen. Hé, kinderen, waar zijn jullie? Phew, daar heb je je verstopt. Nu zal ik mijn ogen niet van jullie afhouden. Kinderen worden ouder. Laten we hun gezichten veranderen. Diepe buik. Teken ogen. Breng die ogen naar buiten. Je ziet oren uitsteken. Schattige staartjes. Ze zijn klaar voor nieuwe streken. Oma past op de kinderen. Mama en papa zijn de wereld aan het redden. Jullie zullen deze avond met mij moeten doorbrengen. Je hebt een gave vlecht, oma. Bedankt, lieverd. Dit zal je bezighouden. En ik zal breien. Maar ze kon niet rustig breien. Ik zie dat je van touwtjes houdt. Laat de garen voor oma. Ik moet de sokken breien. Ik zal je een interessant verhaal vertellen. Maak een geruite stof klaar. Rietjes. Omwikkel met pluizige stof. Bevestig een paar rekken. Laten we een huis bouwen van stokken. Wikkel het met touw. Gelaagd huis. Kinderen zullen dit zeker leuk vinden. Jaren zijn voorbij gegaan. Onze kittens spelen nog steeds graag. Nu hebben ze meer ruimte nodig. Wauw, wat cool. Jullie kunnen echt hoog klimmen. Kijk, ik ben in het huis. Ik zie je. Grappenmakers klimmen graag in doolhoven. Deze speelplek is een geweldige plek om wat stoom af te blazen en een heerlijke tijd te hebben. Laten we pakken wat we nodig hebben. Verf het rood. Doe er een deksel op. De spiegel is op zijn plaats. Een leuk notitieblok met rits bewaart al je geheimen. Wat is dit? Een echo? Een geheime doos met een dagboek kan worden dichtgeslagen met een knop. Plek haalt streek uit in Marinette's kamer. Leuk! Zoveel schattige dingetjes. Hihi. Plek, wat heb je gedaan? We moeten alles opruimen. En wat is dit? Een echo? Krijgen we een baby? Cat Noir, waarom ben je in mijn kamer? Oh, heb je iets gezien? Het was een ongelukje. Ik wilde je verrassen. Woehoe, ik ben zo blij. Laten we een kapotte pop kiezen. Blauw haar staat je goed. Kappers aan het werk. Paarden starten. Dat lijkt op Marinette. Het masker is klaar. Ladybug gaf een stukje van haar liefde weg. Wow, daar is een buikje. De familie krijgt binnenkort kinderen. In de ochtend besloot Cat Noir zijn vrouw gelukkig te maken. Wat zal ik maken voor ontbijt? Zoveel boodschappen. Het is moeilijk kiezen. Een donut zal haar gelukkig maken. Goedemorgen. Wat is die heerlijke geur? Het ontbijt is klaar. Niet slecht. Is er nog iets anders? Wil je een croissant, schat? Heb je nog iets anders? Ik had geen tijd om te koken. Oké, ik kijk zelf wel in de koelkast. Ik wil alles tegelijk. Oh, lekker. Oh god, ze heeft echt honger. Hé, onze baby heeft veel voedingsstoffen nodig.
Er vloog een bal in de werkplaats. Knip de ballon door. Hihi, een paar ranken verschenen. Schattige kever. Beplak de cilinder met schuimpapier. De structuurmat is goed voor de achterkant. Maak een matje. De perfecte fitnesskit. Prinsessen verzameld voor zwangerschapsfitness. Zo interessant. Coole inventaris. Oh, mijn prestaties zijn goed. Wat meet je? Alles? Pols, temperatuur, eetlust. Trouwens, het is tijd voor een hapje. En ik heb liever gezond eten. Vitamine zijn goed voor de baby. Meisjes, zijn jullie er allemaal? Laten we beginnen met onze training. Zet wat energieke muziek aan. Kom op iedereen. Toekomstige moeders moeten actief zijn. Ik zal jullie wat simpele en effectieve oefeningen laten zien. Spring op de bal. En nu, hier is een oefening voor de onderrug. Wow, dit is zo nuttig. Zo ontspannend. Goed gedaan. Bedankt voor de les. Knip een stuk van de plastic pot af. Wikkel het in touw. Pompons. Een volle mand met ballen. En vergeet de breinaalden niet. Zal ik thuis blijven of gaan wandelen? Parijs is zo mooi. Hallo, Chloe? Laten we wat rondhangen. Hey vriendin, ik kom met geschenken. Wil je breien? Oh, geweldig. Maar ik kan helemaal niet breien. Geen probleem, ik zal het je leren. Je maakt lussen, rijgt een breinaald. Het breien is begonnen. Wow, het werkt. Je kan iets breien voor de baby. Meisjes, hebben jullie honger? Ik heb een Happy Meal voor jullie. Hoera, nu kan ik een hapje nemen. De katten hielden ook van mijn cadeau. Hebben ze ook leren breien? Iedereen zal mutsen en sjaals hebben. Abracadabra, de eieren zijn rood geverfd. Ladybug, dans voor ons. Knip wat stroken schuimpapier. Wikkel de piñata's ermee in. Versier met stickers, jongen of meisje. We zullen het antwoord te weten komen op de gender reveal party. Chloe bereidt zich voor op het feest. Wat krijgen ze? Een jongen of een meisje? Cadeautjes voor jou. Dank je. Ik ga een piñata breken met dit ding. Yeah, roze. We krijgen een meisje. Laten we het vieren met het gelukkige paar. Wat een schattige baby. Laten we een rood bakje aantrekken. De jumpsuit is versierd met halve kralen. Blauw haar. Ze lijkt op haar moeder. Er zijn zwarte vleugels op de rug. De baby kan vliegen vanaf de geboorte. Dokter, het lijkt erop dat het tijd is. We zullen zien. Oh ja, het wordt tijd. Schat, ik ben bij je. Papa, heb geduld. Mijn liefste, hoe gaat het? Wacht buiten. Ik kan niet kalmeren. Het is veel te spannend. Er is een wonder gebeurd. Baby Buggy is geboren. Mijn dochter, wat een schatje. Oh, kan ze vliegen? Wow, haar vaardigheden zijn al zichtbaar. Ze lijkt op haar ouders. Kies een vorm. Perfect, rood. Maak een pluizige deken. Bevestig het aan de kinderwagen. Laten we handvatten toevoegen. Laten we een frame maken. Versier de kinderwagen met lieve heersbeestjes. Een paar ranken steken uit het vizier. Geweldige kinderwagen voor baby Buggy. Cat Noir viel in slaap in het park. Wat is er mis? Ik hoor een baby huilen. Huggy Wuggy is hier om te helpen.
baby, waarom ben je verdrietig? Laten we Huggy zoeken. Waar is hij? Verstoppen, hier is hij. Wat is hier aan de hand? Huggy, ik heb je gedekt. Dank je, vriend. Blij dat ik je kan helpen. Ciao. Knip een strook schuimpapier uit. Geef het de vorm van een stoel. En een flessenvak. Voeg riemen toe. Melkflessen zijn altijd bij de hand. Marinette maakt de badkamer schoon. Mam! Mam! Baby, wat is er? Verveel je je? Mama is bezig. Mag ik met je mee? Ik heb zoveel te doen. Hoe kan ik alles aan? De kangaroo zal helpen. Laten we nu samen opruimen. Marinette ruimde het afval op. Ze verzamelde alle vuile spullen en deed de was. Ze sorteerde de kleren in de lades. Woef, schatje, het is ons gelukt. Wat een productieve dag. De kangaroo heeft veel geholpen. Mini heeft een tafel voor twee gedekt. Laten we een stoel lenen. We hebben hogere poten nodig. Versterk de structuur. Ladybug zal de stoel versieren. Knip de tafel uit. Versier de verbindingen met strass. Een speciale kinderstoel zal het voeden vergemakkelijken. Cat Noir is een zeer zorgzame papa. Ik hou van mijn dochter. Kijk naar deze foto. Ik en je moeder hebben de wereld gered. Je zult opgroeien en net zo dapper zijn als wij. Ik vergat bijna dat het lunchtijd is. Valérie, help ons alsjeblieft. Ja, natuurlijk, monsieur. Hier is het menu. Franse keuken. We nemen een croissant en havermout met bechamelsaus. Alsjeblieft, het eten is klaar. Baby, eet een lepel voor mama, een lepel voor papa. Baby houdt van jullie maaltijden. Oh, monsieur, je moet me niet bedanken.